Het was de bedoeling dat ze van de aardbodem verdwenen. En dat is, je kunt nu zeggen dat dat zal nooit meer lukken, want ze staan in een boek en er is een film en deze tentoonstelling. Op de expositie bij het Stadsarchief van de Vijzelstraat zijn 3000 foto's van gedeporteerde kinderen te zien. Ons doel was om die kinderen weer zichtbaar te maken, hun identiteit zoveel mogelijk terug te geven in de vorm van hun naam en waar ze gewoond hadden en hoe oud ze zijn geworden en wanneer ze zijn geboren. En waar mogelijk ze weer een gezicht te geven. Teruggeven van een identiteit is al bij 3000 kinderen gelukt. Maar van een heel groot aantal weten we verder niets. Je mag geen seconde vergeten dat er van 15.000 kinderen geen foto's tevoorschijn zijn gekomen. Baby's, 0 jaar, 1 jaar, kinderen van 10. Leven moet nog beginnen. En toen zijn ze doodgemaakt. Ik heb ook het gevoel dat er heel veel van die kinderen altijd om me heen zijn. Dat ze aanwezig zijn. Voor mij zijn ze niet meer weg. Een poesiealbum, een ster, hè, en fotootjes. En zo komen ze steeds meer tot leven en spelen ze een steeds grotere rol in mijn eigen bestaan.